Ja. Ik loop eens om die koeien heen. Ik kijk eens hier. Ik klop eens daar. Pak zo die stertjes op. Ik zeg, als je nou die winterpees vat en daar is instap. Waar zit die? Ik zeg, ja, nou pak die winterpees en stop in die gleuf. Nou. Ik zeg, als hij over een kwartier eruit haalt. Ik zeg, als er al gevreten is, is hij draagtig. Ineens. Ineens had ik Kees geen vertrouwen meer in men. En met een schip naar stond ik weer op straat. Ik raap die schoep op en loop op een halken naar het dorp. Het sloeg net 5:30. Ja, daar komt, want de klok die loopt 5 minuten ver. Komt er mee graven, Woutje? Vroeg Henk. Ik geloof niet dat hij mee komt graven, zei Smeets. Want hij heeft zijn beste pak aan. Ik zeg, ja, en mijn kooiste onderbroek. Meer graven, waarvoor? Nou, voor de jeu de bolsbaan, zei Henk. Nou, nee, zei ik. Daar heb ik de ballen verstand van. Ja, dat moeten we net hebben, zei Henk. En is het niet zo dat er een hele hoop diensten zijn die zeggen dat Piet Hessel de ballen verstand van politiek heeft en dat ook al jaren doet? Ik zag de bui al hangen en zei dat ik ons moeder moest gaan verschonen. Soms komt die ronslomp men toch goed uit. Ik liep door het Gerrit Kuiperspad. Het is trouwens een heel goed idee om alle domme mensen uit Eersbeek in één straal bij elkaar te zetten. Ik kom thuis, ik roef zit af, blijf. Zit Rinus van der Borne met een zeer schimbeen op de bank. We hebben een schoon pak om, Woutje, zei Rinus. Ja, zei ik, mijn kooiste onderbroek. Wij, zei Rinus, wij van de Rabobank, wij willen van dat boeren imago af. Heb jij geen idee, Woutje? Ik zeg, geen idee heb ik zat. Maar laat mij maar eens even nadenken, zei ik. Ik heb het. Ik denk dat het verstandig is om de kleuren van Toldania te gaan voeren. Dan zetten we een vertrouwenswekkende mens op de Lego. En dan zijn we klaar. Ja, maar wie moet dan op de logo? Zei Rinus. Ja, ik zeg, dat is niet zo moeilijk. Zeg, Ad Verstijnen of Walter van der Borne? Rinus vond het een goed idee, dus ik naar Ad Verstijnen. Sloeg net 5:55. Ja, dat komt omdat de klok 5 minuten ver loopt. Maar Ad mocht in zijn blotje niet op de Lego van karren. Dus ik naar Walter. Nou, en Walter die wou wel. Maar ik had zo zo'n paar foto's van hem gemokt. Maar hij had zo'n scharminkelig borstkastje. Ja. En hij begon ook al een ouderdomsbuksje te krijgen. Dat eigenlijk helemaal niks was. Zeker niet toen ik hem helemaal in het zwart afdrukte. Ik heb die foto trouwens nog wel kunnen gebruiken. Ik heb hem deur verkocht onder mijn Misha.